vandaag naar Titanium. En we zijn er. We zijn net geparkeerd. Yes. We gaan nu even 10 minuutjes lopen naar het festival toe. En dan gaan we jullie alles laten zien. Want we hebben er zin in. Het is zo lekker weer. Heerlijk weer. Eindelijk weer een festivaletje buiten. Och. Dus, let's go. Let's go. Nou, de ingang gaat lekker. Lekker in het donker filmen in de tunnel. We waren dus bij de gewone ingang, maar dat moest er blijkbaar niet zijn. Dus we mogen nog lekker een stukje terug. Yeah. Let's go. I like the way you're moving, move. I like the way you're moving, move. I like the way you're moving, move it. Move it, bitch. Oh.
Lopen, maar goed, het geeft niet. Minuutjes. Maar heerlijke dag hebben we weer gehad. Wat een leuk feestje. We zaten de hele tijd van, wow, dit voelt weer zo als 2019. Ik kreeg de hele tijd flashbacks van die elke flashbacks, stage, ja. Want het is wel zo, ja, de stages zijn er allemaal nog hetzelfde, zeg maar. Ze hebben alleen twee toegevoegd, eigenlijk. Ja. Ja. Wat in mijn mening, zeg maar, ik vind dat iets te veel voor Titanium. Ja, het was nu iets stages. Te veel eigenlijk, want er waren bijvoorbeeld ook twee up-tempo stages. Ja, dat maakte voor mij inderdaad niet heel veel verschil of er dan één of twee zijn. Nee. Eerlijk gezegd, dus... maar goed, de stages waren nog steeds top. Die onder de brug, de Ghost Town, is echt... Dat is echt mijn topper. Ja, die vibes daar zijn gewoon zo fijn. Die vibes, en vooral in de avond. Overdag is het ook wel heel chill, want dan staat het zonnetje lekker zo daaronder. Ja. En dan zit je gewoon lekker te viben. En in de avond gaan die lichten aan, de lasers aan. Nee, dank je. Maar, conclusie. Goed feestje. Zeer geslaagd feest weer. Volgend jaar. Ik viel. Volgend jaar zeker weer bij. Deze locatie maakt het gewoon geweldig. De locatie is echt top. En goede organisatie altijd een beetje. En heeft het goed voor elkaar. Yes. Dus, toiletpapier was even op en werd het zo geregeld. Precies. Dus dankjewel BKN dat we erbij mochten zijn. Heel leuk. En we zien jullie volgende week bij Playfestival. Zie jullie daar! Oh ja. Vergeet ook niet even te abonneren, deze video te liken en ons te volgen op Hartvlog, _ op Instagram. Yes. Dat zouden we top vinden. Ja. Thank you. Zie jullie later.